Het ontwikkelen van eigenaarschap bij medewerkers in organisaties, dat is een echt vraagstuk. Vijftig jaar geleden waren we er ook mee bezig. Toen hadden we het over intrinsieke motivatie, situationeel leiderschap en kiezen voor delegatie. We hadden het over inspraak en participatie. Dat waren toen pogingen om de medewerker te helpen zich thuis te voelen op de werkplek. En nu hebben we het vandaag de dag over talentmanagement. Deep Democracy, zelfsturende teams en natuurlijk coaching, individuele coaching, teamcoaching om medewerkers te helpen zelfsturing te pakken. Wel, mijn punt daarin is om dat effectief waar te maken. Hebben we een nieuwe mindset nodig, nieuwe handelingsprincipes, attitudes die de, het leven in organisaties brengt, die begrijpt dat eigenaarschap pakken en systemen dat dat een nieuwe samenhang nodig heeft. En ik richt mij tot HR-medewerkers, leidinggevende coaches, teamcoaches, maar ook opleiders, trainers. Om samen met mij na te denken welke nieuwe vaardigheden en, en attitude is er nodig, welke grondhouding is er nodig, welke coaching is er nodig. Om dat eigenaarschap echt te gaan ontwikkelen in onze organisaties, om dat leven echt binnen te brengen in die systemen. Samen met Marcel van Eck ga ik in het najaar een masterclass geven voor de kring van andragologie van de Universiteit van Amsterdam. Je bent welkom om samen met mij nieuwe ideeën te exploreren, want er bestaat heel veel literatuur om ontwikkelingsmethodiek die ik zelf heb ontwikkeld te verkennen. En dan gaan we dat toepassen. En we gaan samen over reflecteren. Dus het worden acht masterclasses, die in het denken gaan zitten en een nieuwe attitude, een nieuwe grondhouding gaan onderzoeken, die we gaan toepassen in de praktijk via experiment, via methodiek. Welkom op die reeks.